Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen weekend stond Frans Bauer live in winkelcentrum Hoge Vught. Hij bracht een aantal nummers ten gehoor van zijn nieuwe album Levenslied. Na afloop konden fans met hem op de foto en deelden die handtekeningen uit. Schat, laat mij niet staan. Ik wil met jou het mooie avontuur wel aan. Dus rij me nu je hand. Stap maar in het bootje naar het onbekende land. Ik alles wil ik doen. Ik ga te voet naar Rome. Zwaai me even naar Doris. Zwaai me even naar Doris. Ik sta nu alle handjes naar de hemel. Alle handjes naar de hemel. En dan gaan we van links naar rechts. Peter, verkoop je nou net de laatste cd? Ja, allemaal laatste, alles weg. Hoeveel zijn er nou zo de deur uit gegaan vandaag? Een hele hoop. Een hele hoop? Meer dan 200. De cd's leven nog? De cd's leven absoluut nog. Ik zeg ja, cd's leven nog steeds. Er zijn natuurlijk wel heel veel fans bij, maar ook gewoon liefhebbers van het Nederlandse lied. Dus nee, dat gaat goed. We zijn er blij mee. En ja, we merken dat het Nederlandse lied toch nog steeds heel populair is. Van anderstalige muziek, rock, pop. Daar leeft ook weer op, maar het Nederlandse lied is nog steeds heel populair. We gaan het gewoon eens proberen. Frans, heb je heel even voor mij? Ik heb even voor jou. Ja. Hey, mooi toch dit, zo'n heel winkelcentrum vol? Onvoorstelbaar. Nou, je ziet het, we zijn er wel even bezig met tekenen, maar het was gigantisch druk. Nou, je hebt het gezien, ik weet niet hoeveel mensen er waren, maar ik schat 15, 1600 waren er zeker wel achter mij voor me. Ja. Hey, je ziet het Levenslied leeft en meer dan ooit. Ja, ik zag ook, je hebt al eigenlijk gezegd over je nieuwe album dat je terug wil naar de basis. Maar is die basis ooit anders geweest? Nou, ik heb een periode gehad, mag toch wel zeggen, een soort midlife crisis. Ik ging zingen over skippyballen en ratata-nummers. Maar ja, nu echt terug te zijn bij het echte levenslied, liedjes met een boodschap, met een betekenis. Nou ja, je ziet wat er gebeurt. We zijn al door alle cd's heen, we hadden er een paar honderd, hoorde ik. En binnen 20 minuten waren die weg. In deze tijd, waar alles draait om Spotify en streams, is dat... Ja, want merk je nu ook dat de cd-verkoop juist achteruit gaat? Of het net bij jou dat het gewoon een stijgende lijn blijft? Ja, het is nog nooit zo druk geweest. Maar ook wordt het heel veel gestreamd op het moment. We zijn gisteren op 2 binnengekomen in de hitlijsten, ook in België. Ja, de platenmaatschappij was helemaal over de rooien, want met Nederlandstalig product dit mogen ervaren. Zeldzaam. Dat is heel zeldzaam en dat besef ik mij ook. Maar ja, wat er vandaag weer gebeurt, is gewoon onvoorstelbaar mooi. Want ik zie dat jij een mooie foto bij hebt met Frans Bauer. Nou, die van mijn oma. Dat is je oma. En kun je hem eens laten zien? Is dit een bijzondere foto voor jou? Ja. Vertel het eens. Nou, omdat mijn oma heel erg fan van Frans Bauer was. Je oma die is er nu niet bij? Nee, want die is overleden. Dus dat is heel goed dat jij een foto meeneemt. Ja. Wat ga je ermee doen? Dan mag Frans er een handtekening op zetten? Ja. Zullen we dat zomaar snel gaan regelen dan? Ja. Breda, houdoe! Breda Nu. Je weet het meteen.